Het ministerie van Defensie is bezig om de rechtspositionele zaken van het Nationaal Leger rond te krijgen. Minister Krishna Kumari Matsura geeft aan dat er nu aandacht wordt gegeven aan de achterstanden in bevorderingen van officieren. We hebben volgende week de beëdiging van een aantal officieren binnen het leger. Die waren aangesteld, maar nooit beëdigd, dus zij moeten een eed afleggen in handen van de president. Dat zijn we bezig in de kazerne, daar krijgt de pers ook een uitnodiging van. Verder zijn we bezig alle achterstallige bevorderingen, rechtspositionele zaken af te handelen in de eerste helft van dit jaar, 2021, en dat we kunnen beginnen. De bewindsvrouw zegt verder dat ook haar ministerie bezig is om achterstallige betalingen in te lopen. We zijn ook bezig op te ruimen. Alle achterstallige betalingen die achtergelaten waren, die zijn we bezig met het ministerie van Financiën in kaart te brengen. En we hebben al een aantal ingelopen, maar een aantal moeten we nog inlopen. Dus dat zijn de dingen die we aan het doen zijn. We hebben bijvoorbeeld afgelopen week ook de hele begeleiding van militairen onder een vergrootglas geplaatst, nieuwe instructies uitgevaardigd. Volgende week krijgen we daar maandag een presentatie over hoe de begeleiding er nu uitziet. En dat gaan we dan aanscherpen. Verder hebben we gehad voor de ex-strijders, hebben we de toelagen verhoogd van 750 SAD naar 1000 SAD voor militairen die tijdens de Binnenlandse Oorlog blijvend arbeidsongeschikt zijn en ontslagen zijn en niet in aanmerking zijn gekomen voor pensioen of een andere uitkering. Die krijgen dan een uitkering van 1000 SAD. Het was 750, we hebben het verhoogd naar 1000. Maar ook militairen, ex-militairen die ook in de strijd hebben deelgenomen en waarvan vaststaat dat ze lijden aan posttraumatisch stresssyndroom en dat ze nu werkeloos zijn, die kregen een uitkering van 200 gulden per maand. Minister Krishna Kumari Matsura van Defensie.